De robots gaan ons werk overnemen volgens minister Asscher. En dat is heel erg, zeggen ze, want dan kom je op straat te staan. Ik denk, hé, wat is het probleem, weet je? Ik sta mijn hele leven al op straat. Ja, het is mijn werk. Het stomme is dat als je zelfs een robot op televisie ziet, dan laten ze altijd leuke dingen doen. Weet je? Zoals voetballen bijvoorbeeld. Moet je kijken. Ja, dat is natuurlijk volstrekt nutteloos, want dat wil iedereen al doen. Elk jongetje wil laten voetballer worden, dus daar heb je geen robot voor nodig. Mevrouw, voor de zoveelste keer. Nou, ik overweeg de aanschaf van een laptop voor mijn studie. Wilt u hier weggaan? Niet aan me zitten, ik weet niet waar je geweest bent. Nu? Ja. Anders haal ik de beveiliging erbij. Ach, geil. Dat kost wel extra. Hé, hey, van mijn spullen afblijven. Ja, wegwezen dan. Eten. Wegwezen. Kijk, ze moeten robots gewoon het werk laten doen. Dat niemand anders wil doen, weet je wel. Kutklusjes. En laat dat nou al jaren mijn specialiteit zijn. Probeer nou wel al mijn werkzaamheden onder te brengen in een automatiseringstraject. Dus daar is hij dan. Tada! De tuppelrobot. De Anetti Automatic. Met injectie. Stond gewoon langs de weg, hè, werd grof vuil. Er is eigenlijk bijna niks mis mee, ja. Hij heeft een beetje een muf oud zuigmondje. Maar ja, dat zijn mijn klanten wel gewend. Ik probeer wel nu al mijn werkzaamheden te automatiseren. Dus voor het shopliften heb ik deze kleine jongen, Kruimeldief. En dan heb ik nog een paar seksklantjes uit Berlijn. En die vragen altijd hierom. Dus die hoef ik nou ook niet meer teleur te stellen. En op deze manier hou ik dus tijd over om mijn talenten in te zetten voor andere passies. Er schijnt er dus een groot tekort te zijn aan koks voor Chinese restaurant. Wie staat er binnenkort achter het fornuis bij jou Chinees? Annette als Nasibami kok met COCK. Ja, dat kan ik wel. Huisje, wie loopt er nou al de halve leven te Chinezen? Ja, toch? Hier heb ik geen robot voor nodig hoor.